Beste vrienden in Emmen. Ja, jullie kennen hem natuurlijk. Daar zit hij, Michael de Leeuw. Michael, hartelijk welkom. Ja, leuk. Leuk, jongen. Wel, leuk. Wat verdorie, man. Hé, hey, moet je horen, pas geleden 3 goals gemaakt. Niet te geloven ook met jou, hè? Ja. Hey. Ja, mooie wedstrijd. Leuke wedstrijd ook. Helemaal speciaal als je net voor tijd de winnende maakt. Ja. Hey. Ja, die 3 puntjes, daar gaat het nu om, hè? Ja. Maar ja, het is toch ongelooflijk wat er gebeurt met Emmen gewoon. Michael, ja. Vertel mij gewoon. Want ik was het op een gegeven moment kwijt. Ik dacht bij mezelf, ja, je weet, ik heb een goed gevoel bij Emmen. En ik hou van Emmen, ik vind Emmen leuk. En ik dacht bij mezelf, dat gaat nou meer lukken. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk 22 wedstrijden echt, ik wil niet zeggen dramatisch gespeeld. Er zaten echt wel slechte wedstrijden tussen. Dat mag je zeggen, Michael. Ja. Nee, als je ziet inderdaad wat de laatste weken, als je dan de eerste 22 wedstrijden je eigenlijk zo slecht voelt. Hè, want als je uiteindelijk alles staat en valt met winnen. Wedstrijden winnen zorgt voor vertrouwen. Ja, daar gaat het om. Ja. Alles draait om winnen, ja. Ja. En dat hebben jullie gedaan op een gegeven moment. Want jullie stonden 6 punten en jullie hadden, weet ik veel, 22 wedstrijden gespeeld. En het leek nergens op. En iedereen dacht van, nou ja, oké, die spelen eigenlijk al in die keukenkampioen-divisie. Ja, toch? Ja, nee, maar, klopt. Maar jullie zelf kennelijk niet. Jullie hebben een gevoel gehouden van, het kan nog of zo. Hoe dan? Ja, wat bij ons heel erg in de selectie leefde, is dat als wij die ene overwinning, we dachten wel van, oké, als we 1 keer winnen, dan zijn we over dat punt heen. Ja. Dat al heel erg bij ons. En wanneer gebeurde dat? Wanneer kwam die eerste overwinning dan? Februari, hè? Zwolle thuis. Oh, en toen dachten jullie bij jezelf, het kan nog. Zie je wel, het kan nog steeds. Ja, raar. Jongen, als dit lukt, jullie nog kunnen ontsnappen, nou, dat is de allergrootste Houdini ever. Ja. Dan maak je dan deel van uit. Ik heb een sjaal hier, ik moet hem even eigenlijk pakken. Ik heb een sjaal hier van Emmen, weet je dat? Jij zit natuurlijk in de zon, hè? Je hebt daar geen sjaal. Ja, ik zit hier in Spanje, maar ik heb toch een sjaal van Emmen. Blijf even hangen, hè? Ik ga hem even halen, wacht even hoor. Wacht even! Ho! Schat, waar is de sjaal te liggen? Volgens mij zit hij gewoon even stiekem te poepen. Even snel tussendoor. Hij ligt boven in de slaapkamer! Ja? Hij ligt boven in mijn slaapkamer! Daar hangt hij aan de... Jut, mijn vrouw, die gaat hem even halen. Die komt zo met de sjaal van Emmen. Ja, maar goed, mooi. Weet je, het zou toch fantastisch zijn als jullie het redden? Ja, weet je, toch, dat gevoel leeft wel bij ons. Wij hebben wel, kijk, we staan nu nog dan op een 16e plek, dus play-off plek staan we nu. Maar bij ons in de selectie heerst wel echt het gevoel, het geloof dat we het kunnen redden. Kijk, daar is hij hoor. Ha! Hey. Ik ga hem je laten zien hoor. Komt hij aan hoor. Hey. Is dit even Emmen of is dit Emmen? Hey. FC, daar komt hij aan hoor. FC en Emmen. Hey. Je hebt niet 18 sjaals daar in de slaapkamer liggen, hè? Wat zeg je? Je hebt er niet een stuk of 18... Nee, alleen van Emmen, man. Ik heb alleen potverdomme. Waarom zeg je dat nou, Michael? Ik heb alleen Emmen. Ja, is hij goed of niet? Ja, zeker. Ja, joh, dat brengt geluk, man. Ja. Ah, het zou toch geweldig zijn. Ja. Ja, wij geloven erin. Ja, dat moet. Ja. Want, maar waar geloof je in? Geloof je nu in één keer dat je het via de play-offs regelt? Of ga je in één keer nog erin blijven, wat? Nee, bij ons zit het geloof wel dat we direct, dat we gewoon plek 15, je staat ook maar 1 punt achter met nog 3 wedstrijden te gaan. Dus wij geloven in 15. En mocht het uiteindelijk plek 16 zijn, dan hebben we het alsnog heel goed gedaan. Maar dan moeten we nog een week door, dan krijgen we nog 2 wedstrijden. Ja. Oh, jullie gaan voor plek 15?
Ja, wij gaan wel voor directe handhaving, ja. Dat is wel ons... Ja, ongelooflijk. Ja. Ik bedoel, nou, meer Houdini dan dit is er niet, vrienden. Maar luister even goed. Waar komt nu je wedstrijd aan tegen Groningen? Ja. Ho, zeg. Hé, hey Michael, je voelt hem al. Nou, ja. Jij hebt daar gespeeld en dit en dat. En dan ga je volgend seizoen weer terug naar Groningen. Ja. Dus iedereen heeft zoiets van, wat gaat die Michael doen? Ik waarschuw je vast, Michael. Denk erom dat jij niet toevallig even een matige wedstrijd hebt, hè? Ja. Ik waarschuw je, hoor. Nou, dat kan ik alleen maar beantwoorden met een hattrick, toch? Ja! Oh, dat zou geweldig zijn. Ik waarschuw je, hoor. Ja. Dat jij niet toevallig... En ook niet, wat ik ook haat, dat als je scoort, dat je dan niet gaat juichen. Nee. Ik zal gewoon juichen. Denk erom, hoor. Ik juich voor Emma op dit moment natuurlijk. Juist. En verder geen gezeik. Nee, ik beloof jou bij deze, als ik scoor, ga ik juichen. Kijk. En alle inzet en helemaal voor Emmen. Emmen. Denk erom. Zeker. Goed, wat gaan we zeggen, Michael, tegen de aanhang van FC Emmen? Wat spreek ze toe. Kijk ze recht aan en wat gaan we zeggen? Emmenaren. Wij gaan er in die laatste wedstrijden alles aan doen om te zorgen dat wij volgend jaar met Emmen weer in de Eredivisie spelen. En ik zei al, het geloof is er. En met jullie steun gaan wij dit redden. Kijk, hier kom ik weg. Hey. Hier kom ik weg. Ja, dat moet jij toch weten. Ja. Jongen, nou, goed. Wat wordt de uitslag? Wat krijgen we? Emmen, FC Groningen, zeg het maar. Ja, de uitslag interesseert me niet als we maar winnen. Ja, winnen okay. 1-0, 2-1, 3-2, het maakt me niet uit als wij maar winnen. Als er maar gewonnen wordt. En dat is de instelling. Precies. Ja, Michael, luister. Ik zit gewoon gespannen te kijken het komend weekend. Fantastisch. Zondag. Dankjewel voor alles. En voor alles wat jij gegeven hebt. Want beste vrienden, we kijken hier wel naar een echte prof. Hè? We kijken hier wel naar iemand met een enorme instelling. En die alles en altijd gegeven heeft voor FC Emmen. Dankjewel, Michael. Ook namens de aanhang. En hey, we zien elkaar. Dankjewel, jongen. Top.